Beste mensen, wij zijn hier gearriveerd, Piet en ik, op de tweede locatie van vandaag. Stal van Sybren Minkema en Jolanda Schreuder. We keuren hier 2 stamboekmerries en 5 veulenboekhengsten. En we beginnen daar om 14:45 mee. Welcome back, ladies and gentlemen. We have arrived at the second location of Minkema Schreuder Stables in Friese Palen. We judge here 2 studbook mares and 5 foalbook stallions. And we will start at 13:45. Oké, we gaan beginnen. Eerst een rubriek graadverhoging, 2 stamboekmerries. We beginnen met nummer 1, Veren van Wielster Pracht. Een 6-jarige stamboekmerrie van Wiebren uit een Jasper moeder. Fokker-eigenaar J. Pracht de Wilgen. We start with the studbook mares. The first mare in the arena is a 6-year-old studbook mare. Number 1, Veren van Wielster Pracht, sired by Wiebren. Dan hierbij het resultaat voor nummer 1, Veren van Wielster Pracht. Een merrie met een hele vriendelijke uitstraling. Merrie met een sterke bovenlijn, sterke lendenen. En nog voldoende jeugdig aandoend. Merrie met correct beenwerk qua standen. Ja, iets onderstandig voorbeen, maar voldoende droog. De stap die is actief en voldoende ruim. Zou misschien iets meer buiging en spronggewicht mogen hebben voor een hoger cijfer. De draf heeft een goede techniek. Is iets in een hoog ritme, zou misschien iets meer lichaamsgebruik mogen hebben, maar wel een goede techniek. Deze merrie wordt vandaag sterverklaard met een 2e premie. Then the result of the first mare in English. Number 1, Veren van Wielster Pracht. 6-year-old studbook mare. She has a very friendly expression. She has a correct build, a bit strong loins. The quality of the legwork is sufficient. She's a bit standing under. The walk is active and has enough room. The trot has a good technique, but could have more suppleness and also has a bit high rhythm. This mare becomes star with a 2nd premium. Dan gaan we nu verder met catalogus nummer 2, Kaya van de Stokwiesen. Een 4-jarige stamboekmerrie van Alwin uit een Meerwors moeder. Fokker-eigenaar Arthur Kollenberg Spelle, Duitsland. Nummer 2.
2, Kaya van de Stokwiesen, 4-year-old studboekmare, sired by Alwin, out of a Meeuwis studboekmare. And our cameraman just told us that a lot of people from abroad are viewing, from Australia, from Belgium, from the United States and other countries. So very warm welcome for you too. Dan de uitslag van nummer 2, Kaya van de Stokwiesen. Een merrie die ook weer een vriendelijke uitstraling heeft, maar iets royaler in het front zou mogen zijn. Gesloten van bouw, de lendenen wat aan de strakke kant. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit en ook correct. De stap had voldoende takt en regelmaat, zou misschien nog iets ruimer mogen. In draf zouden we graag zien dat het paard meer tot dragen zou komen. Het achterbeen zou meer onder de massa geplaatst mogen worden. En het mag iets meer in verbinding lopen. De merrie krijgt een derde premie. Then the results of number 2, Kaya van de Stokwiesen. A 4-year-old studboekmare. The racial type is sufficient. She could have a more vertical direction of the neck. In the confirmation, her loins are a bit tight, and you also see that in the movement. The quality of the legs is sufficient. In the walk, it's regular, but it could have more length. In trot, she can place the hind leg more underneath the body and more quick underneath the body. And she deserves a third premium today. We gaan verder met de Veulenboek hengsten voor sterverklaring. De hengsten worden wel of niet sterverklaard, worden niet geprimeerd. We beginnen met catalogus nummer 3, Mario van de Poldersdijk, 8-jarige hengst van Jasper, uit een Leffert moeder. Fokker is de heer Gielen in Ettenleur, eigenaar zijn Sybre Minkema, Jolanda Schreuder, Friese Palen. Stokmaat is 1,67. Nou, catalogus nummer 3, Mario van de Poldersdijk, 8-year-old Volboek stallion, sired by Jasper. The heat of withers is 1,67.
Ja. De uitslag van nummer 3, Mario van de Poldersdijk. Een paard met veel rasuitstraling. Zou misschien iets minder onderhals mogen hebben, maar kijkt heel helder de wereld in. Paard ook mooi gesloten in bouw. Voor het mooie zou die misschien iets opwaartse gebouwd kunnen zijn. Paard dat ruim en actief takmatig stapt. En draaf met een goed voorbeengebruik. Zou achter iets meer aan mogen vullen. Vouwt het achterbeen wel goed. Zou iets meer oprichting mogen hebben. Wel heel mooi balans en zweefmoment. Dus deze hengst wordt vandaag ster verklaard. The results of number 3. Mario van de Poldersdijk. A stallion with looks. The neck could be a bit longer. The confirmation, he has a strong top line, but he could have a more upward build. The quality of the legs is sufficient. The trot is active and regular and roomy. In the trot, you can see a nice use of the foreleg. The hind leg is bended good, but the horse could have more upward posture in trot. He is declared star today. We gaan verder met catalogus nummer 4, Rushit van Bokkum. Een 7-jarige hengst van Norbert uit een Ulkemoeder. Fokker is Bouke de Boer in Nes, eigenaren Sibre Minkema en Jolande Schreuder te Friese Palen. Stokmaat is 1,67. En dat was ook de stokmaat van paard nummer 3. We continue with number 4, Rushit van Bokkum, a 7-year-old stallion, sired by Norbert, out of an Ulke mare. Heat at Widders is 167. Dan het resultaat van catalogus nummer 4, Rushit van Bokkum. Een paard met heel veel rasuitstraling, heel veel behang. Zou misschien iets minder zwaar in de hals kunnen, maar heel veel trotse uitstraling. Ook correct gebouwd, mooi bovenlijn, goed gesloten in de verbindingen, goed in verhoudingen. Het beenwerk zou iets meer kwaliteit mogen uitstralen. In de stap is voldoende takt, maar zou meer buiging in de sprong mogen hebben. Meer ruimte en meer lichaamsgebruik. In draf compenseert hij dat weer met veel takt en souplesse, veel ruimte. Voor het mooie zou hij misschien nog iets meer onder mogen brengen, maar we maken deze hengst vandaag ster.
The result of number 4, Rushit van Bokkum. A stallion with a very good breed expression, long manes, noble head, and a vertical direction of the neck. Also a very correct conformation with a good top line and well proportioned. The quality of the legs could a bit better. In walk, it's regular, but we like to see more length in the walk, more bending of the hocks, and more suppleness. The trot, however, has a lot of suppleness, a lot of is regular, a lot of room. But for a higher note, he could bring his hind leg more underneath the body. This stallion is declared star today. Catalogus nummer 5, Ietse van Wielster Pracht, een 5-jarige hengst van Wieberen uit een Jaspermoeder, Fokker J. Pracht de Wilgen, eigenaar Sybre Minkema en Jolanda Schreuder te Friese Palen. Stokmaat 1,70 meter. We go to number 5, Ietse van Wielster Pracht, sired by Wieberen, out of a Jesper Dam. 5-year-old stallion, height at withers is 170. Uitslag van nummer 5, Ietse van Wielster Pracht. Een hengst met een edel hoofd. De halsrichting zouden we graag wat verticaler zien. Paard heeft een goede kruisligging, zou iets meer kruislengte mogen hebben. Ook een goede schouderligging. Paard die voldoende kwaliteit beenwerk heeft. In beweging, de stap is voldoende regelmatig, maar zouden we graag iets meer lichaamsgebruik willen zien. Iets meer door het lijf zien stappen. In draf, het voormeegebruik is mooi, maar we zouden ook hier wat meer oprichting, wat meer gedragenheid willen zien. En af en toe had hij ook wat moeite met de balans. Dus vandaag geen ster. The result of number 5, Ietse van Wielster Pracht. A stallion with a noble head,
We would like to see the direction of the neck a bit more vertical. If you look at the conformation, he has a good upper line and a good croup. But he could be have a more uphill build. The quality of the legwork is sufficient. The walk is regular, but could have more suppleness. In trot, it's a good use of the front leg, but we like to see more balance and more uphill posture and more suppleness. So no start today. We gaan door met nummer 6. Arne van Wielsterpracht. Een 4-jarige hengst van Johannes uit een Jasper moeder. Fokker J. Pracht de Wilgen. Eigenaar Sybre Minkema, Jolanda Schreude, Friese Palen. Stokmaat is 1,71 meter. Nou, nummer 6, Arne van Wielsterpracht. Een 4-year-old volboekstallion, sired by Johannes. Heat at Widders is 171. Dan het resultaat voor catalogus nummer 6, Arne van Wielsterpracht. Het is een hele jeugdige hengst, lang gelijnd, modern, hoogbenig, met veel rasuitstraling en heel correct gebouwd. Qua beenwerk is hij iets onderstandig en heeft hij iets gehoekt achterbeen. En we hebben met name een bemerking op de stand van de voorbenen, die zijn Frans. De stap is actief en regelmatig. In draf waardeert deze hengst zich enorm op, met heel veel afdruk, souplesse en een mooi gebruik van het voorbeen.
En we hebben heel kritisch naar het beenwerk gekeken. En we menen dat dit toereikend is om deze hengst vandaag ster te verklaren. The results for number 6, Arne van Wiels de Pracht. It's a very impressive stallion. Good racial type. Also a very strong build. It's a modern horse. High-legged, long lines. The quality of the legs is sufficient. We have some problems with the conformation of the front legs. They are towing out. The walk is active and regular. In trot, he shows a lot of power and suppleness and easiness. And we accepted the front leg deviation and made this stallion start today. Dan de laatste hengst op deze locatie, nummer 7, Dirk van Doorndraai. Een 3-jarige nane uit een rinderd moeder. Fokker is mevrouw Marlies Boots uit Zwavelpoort, Zuid-Afrika. Eigenaar een Sybre Minkema Jolanda Schreuder, de Friese Palen. De stokmaat is 1,62 meter. The last stallion at this location, number 7, Dirk van Doorndraai. A 3-year-old stallion, sired by nane. And the mother is a rinderd mare. The breeder is Mrs. Marlies Boots, South Africa. And the height at withers is 162. Dan de uitslag van nummer 7, Dirk van Doorndraai. Een hengst die nog 3 moet worden. Hengst met veel rasuitstraling, jeugdige opdruk, heel goed in de verhoudingen, goede bovenlijn.
achterbeen is een beetje gehoekt en de linker voorbeenstand zou iets correcter mogen. In stap had deze hengst veel last van spanning vanwege het rood-witte lint dat door de wind even begon op te wapperen. In de momenten dat hij wat meer tot ontspanning kwam, laat hij een voldoende takmatige stap zien. Zou wat meer buiging in de sprong mogen hebben. De draf heeft een heel goed achterbeengebruik, ook veel schakelend vermogen. Voor het mooie zou je nog wat meer oprichting willen zien. Al met al maken we deze hengst vandaag ster. Then the result of the last stallion here. Number 7, Dirk van Doorndraai. A very youthful stallion. Nice racial type. Also well proportioned conformation. Strong top line. The hind leg is a bit sickle hocked. The quality of the legs is good. The front leg could be more correct. This stallion had a lot of tension in walk, but when he was more relaxed, the walk was regular. He could have more bending in the hocks. In trot, he showed a powerful hind leg and ability to make transitions. Could have a bit more upward posture in trot. This stallion becomes star today. Dan zijn we hier op de tweede locatie klaar. Inmiddels hebben ons hier tropische temperaturen bereikt. De wind is ook gaan liggen. En wij gaan even de administratie verwerken. En dan gaan wij ons opmaken voor onze reis naar Stalsjedon in Jorwert. Waar we nog 2 merries zullen keuren. Ik zal even kijken hoe laat dat ongeveer kan zijn. Hoe laat is het nu? Ik denk dat we een uur of 4 kunnen beginnen. We richten ons op circa 4 uur. Graag tot zometeen. We now go to the third location, Chardon Stables in Jorwert. And I think we start the inspection of another 2 mares at about 4 o'clock. Thank you for watching.